Een vriezer kies je vaak vanwege de grootte of bijvoorbeeld vanwege handige eigenschappen zoals no frost. Ik leg je uit welke verschillende soorten vriezers er zijn. Een tafelmodel vriezer is een klein model dat geschikt is voor 1 of 2 personen. Hij is maximaal 90 cm hoog en heeft meestal 3 of 4 lades. Ideaal om wat kleine boodschappen in te bewaren zoals je brood, ijsjes en bijvoorbeeld vlees of vis. Als je graag wat meer boodschappen invriest, kun je ook kiezen voor de vrieskast. Dit is een groot model met 5 tot 10 lades. Hierin is genoeg ruimte om bijvoorbeeld meerdere pizzadozen, grote zakken diepvriesfruit en broden in te bewaren. En belangrijk, check altijd goed of de vriezer past op de plek waar je hem wil gaan plaatsen. Een voordeel van deze modellen is dat ze vaak voorzien zijn van no frost. Normaal gesproken moet je je vriezer een paar keer per jaar ontdooien, omdat ze anders veel meer energie verbruiken en niet meer goed blijven werken. Vervelend klusje, want daarvoor moet je je vriezer helemaal leegmaken. Met no frost hoef je dit nooit meer te doen. Dan hebben we ook nog de vrieskist. Een groot model zonder lades, maar met 1 grote vriesruimte. Hierdoor heel erg geschikt voor grote producten, want je wordt niet beperkt door de ruimte van de lades of plateaus. Nou, deze zijn ook vaak voorzien van no frost. Houd er wel rekening mee dat hij wat meer ruimte inneemt, omdat het een breed model is. Wanneer je niet zo groot woont of gewoon weinig wil invriezen, is de minivriezer een mooie oplossing. Een klein model van maximaal 50 cm groot. Ideaal voor op de camping of in je studentenkamer bijvoorbeeld. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je vriezer in te bouwen als je hier ruimte voor hebt. Het voordeel hiervan is dat hij dan mooi opgaat in het design van je keuken. Als je je vriezer gaat inbouwen, is het heel belangrijk om goed de nismaten op te nemen van de ruimte waarin de vriezer komt te staan. Anders past de vriezer niet en moet je hem weer terugsturen.